Doğan, gefeliciteerd met de overwinning. Ik denk zeker niet geflatteerd gezien de tweede helft. Nee, dat niet. Ik denk ook dat wij over de hele wedstrijd een aantal minuten de bovenliggende partij waren. De eerste 25 waren voor hun, de laatste 65 voor ons. Maar qua kansverhouding moet ook eerlijk zijn dat gewoon een gelijkspel had moeten zijn op die basis. Maar dan 3-3 of zo, 4-4. Dus ik ben wel blij dat het in ons voordeel valt. Je noemt het zelf, de eerste 20, 25 minuten krijgen jullie moeilijk grip op de wedstrijd. Waar ligt dat precies aan? Ligt dat aan de kwaliteit van Scheveningen of ligt dat aan de mentaliteit van Excelsior Maassluis? Nou, de mentaliteit niet, hè, want die is wel goed. Alleen de kwaliteit van Scheveningen zeker. Maar we hebben gewaarschuwd voor hun spel. Hè. Inzakken, wachten op de fout. Ik heb gezegd, we moeten heel snel leren van de wedstrijd vorige week in en tegen Spakenburg. En daar vanuit slordig balverlies, breedte ballen, krijg je in één keer een aantal hele dikke kansen tegen. En dat gebeurt eigenlijk weer. Dus dan zie je dat je toch langer nodig hebt dan een week om zoiets te herstellen. Dat vond ik wel. Daarna, na die 15 minuten, was dat wel over. En stonden we veel beter. En dan was het eigenlijk één richtsverkeer. En ga je op zoek naar een goal, krijg je zelf ook kansen. En dan haal je de trekker niet over. En mag je blij zijn dat zij dat uiteindelijk ook niet gedaan hebben. Maar wel heel blij met dit resultaat. Ik ken jou een beetje als trainer en scoren is belangrijk, maar ook zeker de nul. En die heb je vandaag behaald. De ploeg heeft dat gered. Waar zat dat hem in vandaag? Even los van de kansen die zij hebben gemist. Nou, kijk, JP om te beginnen wordt man of the match hier thuis. Dat zegt ook wel iets. Hè. Hij heeft er gewoon weer heel veel uitgehaald. Dat deed hij vorige week ook al. We kregen maar één goal tegen, maar dat was wel meteen de winnende. Maar toch ook wel wat scherper. Wat scherper in de duels. Lopen de mensen wat beter volgen. Maar het is nog niet goed genoeg. Ik vind dat wij zonder bal, als tegenstander de bal heeft, moeten wij nog een stap maken als ploeg. De laatste weken gaan ploegen tegen ons inzakken en geven ons de bal. Ik vind dat we een stap hebben gemaakt in het maken van het spel, want dat vond ik onvoldoende. Maar nu moet je dat nog gaan compenseren met steeds op de goede manier staan. Als we de bal verliezen, genoeg mensen achter de bal bouwen, zodat je niet meteen binnen 1-2 passes een kans tegen krijgt. Nou, daar zijn we op aan het trainen. En in de tweede helft vond ik dat wel echt prima. Heeft het ook te maken met het geduld hebben tot een voorwaartse bal? De juiste momenten kiezen waarin je de breedtebal afwisselt tot een moment er is om een dieptebal te spelen? Nou ja, kijk, het is een klassiek verhaal. Iedere ploeg die tegen een tegenstander speelt die heel erg ingezakt speelt, de bus parkeert zoals je dat noemt, ja, dan is het heel moeilijk om dat gaatje te vinden, maar daar ben je wel naar op zoek. Dus dan krijg je veel risicopases en dus automatisch ook veel sneller balverlies. En dat is lastig, want dat wil je niet. Dus je moet eigenlijk de discipline bouwen om steeds via de zijkant te spelen, hoogbal te hebben, uithalen, kantwissel. En toch kijken of je zo'n tegenstander uit de tent kan lokken. Maar doen ze dat niet, en dan blijft het priegelen. En dat is op alle niveaus zo. Dat is in de top, is dat zo als Nederland tegen Estland speelt. Maar uiteindelijk moet je de bal breken met een doelpunt. En dan gaat zo'n tegenstander komen. En ook dat gebeurt. En dan zie je in de laatste fase dat we echt wel veel kansen krijgen nog. Nog even terug naar die eerste 25 minuten waarin het niet zo lekker liep. Is dat dan ook een stukje discipline waarin je om de fouten niet te maken de bal eruit haalt en weer rustig opnieuw moet beginnen? Want de eerste 25 minuten over en weer overigens, ook van Scheveningen, heel veel fouten in duels en bepaalde beslissingen op het laatste moment. Heeft dat dan ook met de discipline te maken? Nou ja, dat is speldiscipline. Kijk, ik heb dan liever dat je juist wat vaker uithaalt en langer voorbereidt tot het komen van een aanval. En het zit hem vaak in fase 1 en 2. Als het daar misgaat, is het meteen schadelijk. Als je fase 3 en 4 hoger op het veld de bal verliest, ja, dan heb je, als het goed is, genoeg mensen achter de bal. En dat is wat je wil. Hè. Je wil daar in die eindzone weer komen tot een kans. En zo niet, ja, dan verlies je daar maar de bal. Nou, dat was de eerste 20 minuten omgekeerd. Dus dan weet je, het zijn meteen gevaarlijke momenten. En dat moet beter. Dat was vorige week het geval. En nu 1-11. Dus ik zie al een stijgende lijn. Dat is goed om te horen. Die stijgende lijn zat ook in de bal van Redouan, het schot. Hij zei zelf net even, ik was heel vermoeid. Dus ik moest hem er echt uitpersen. Hoe heb jij dat vanaf de kant gezien? Nou, als iemand daar de bal moet krijgen, zo is hij het. Want hij heeft een fantastische traptechniek. En dat vertaalt hij met zo'n heerlijke goal en dat verdient hij. Hij heeft ook goed gespeeld, vond ik. Zijn tweede thuiswedstrijd op rij, dat hij excelleert. En dat is genieten. Zo'n kleine maakt ons allemaal blij. En 3 goals in 3 wedstrijden, dat is een uitstekend moyenne.